Met de Katie heeft Risha weer een nieuwe damespijkerbroek op de markt gebracht waarmee niemand zal zien dat zij net zo van de motor af zijn gestapt. Ik ben Justin van Motorkleding Center en in deze video vertel ik jullie meer over de Risha Katie beschikbaar op motorkledingcenter.nl. De Risha Katie is weer zo'n spijkerbroek die gewoon een heel erg casual uitstraling heeft. Nou, zoals jullie kunnen zien heeft hij een wat donkerdere wassing en dat geeft de broek gewoon een heel erg modern tintje. Nou, als we gaan kijken naar wat de broek nou zo veilig maakt, dan zien we dat hij aan de binnenkant is afgewerkt met Kevlar. En daarom is hij heel erg slijtvast en heel erg stevig. De Kevlar-panelen zien we bijna zitten onder de lichtblauwe stof. Nou, we zien hier dat we helemaal op de knieën doorgevoerd zijn, op de zijkant van de benen en helemaal over het achterwerk. Nou, daarnaast is hij nog uitgevoerd met de knieprotector van D3O, dus je voelt heel erg soepel aan. Is heel erg comfortabel, maar is toch nog heel erg veilig. Nou, zoals je kunt zien aan de klittenbandstukjes kan hij ook nog helemaal naar de juiste hoogte afgesteld worden. Nou, daarnaast is hij ook nog voorbereid op een heupprotector, dus je zou hem daarmee eventueel uit kunnen breiden en dan ben je ook daar gewoon volledig beschermd. Als we de broek dan weer terug gaan keren, dan zien we dus over de hele broek de wat donkerdere wassing. Hij is wat vervaagd in het midden. Geeft de broek dus, zoals we al eerder zeiden, een heel erg modern tintje. Nou, de broek is voorzien van verschillende zakken. Ze hebben twee grote steekzakken op de voorkant en één kleintje. En zien we ook nog twee grote steekzakken achterop. Nou, hij is uitgevoerd met riemlusjes, dus je zou er een gewoon normale riem doorheen kunnen doen. En dan zou je hem zelfs nog uit kunnen voeren met de beltconnector van Risha, waarmee je hem aan iedere willekeurige Risha jas vast zou kunnen maken. Nou, de sluiting is gewoon een kloopsluiting en een stevige rits, dus daarmee kun jij hem makkelijk los en vastmaken. Nou, Naomi, die hier in deze video de broek aan heeft, is 1,62 meter lang, weegt ongeveer 59 kilo en draagt van deze broek hier de maat 26-32. Dus zoals jullie kunnen zien sluit hij overal goed aan. Hij is zo'n klein beetje aan de lange kant, maar wanneer ze de laarzen onder zou dragen, dan is het zeker geen probleem. Nou, heb je nou interesse gekregen in deze broek, zou je hem een keer willen komen bekijken, passen of bestellen, dan kan dat natuurlijk in een van onze winkels of simpelweg via onze webshop. Wil je verder op de hoogte blijven van alles wat wij bij Motorkleding Center doen? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond je deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog en wil je weten wat voor jou de ideale maat motorbroek is? Blijf dan even hangen. Ik ben Justin van Motorkleding Center. Bedankt voor het kijken.